TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Terwijl Sander ondertussen nog even de studio sloopt en probeert te repareren. En gerepareerd uh, heeft. Oh, oké. Okay. Ja, voor nu? Ja, voor nu. Uh, we gaan het deze week hebben over moet big tech meebetalen aan de glasvezel en mobiele netwerken. Vraagteken. Ja, nee of ja? Nou ja, eh, 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 ik heb volgens mij de vorige keer iets gezegd over dat we een hele zure aflevering opnemen. Ik denk dat voor de telco's dit een zure aflevering wordt. Ik denk niet dat wij het hiermee eens zijn. Uh, uh, nee, in principe niet. Be behalve als het, als het heel goed en, uh, en op basis van echte goede feiten uh, gedaan wordt. Nou, het feit is, alle, is dat uh, Frankrijk, Italië en Spanje binnen de Europese Commissie zich hier heel uh, druk over maken en uh, volop bezig zijn met wetgeving, waarin dat min of meer wordt afgedwongen. En dat zou dus betekenen dat. Maar bedrijf... ja, ze, hebben, ze hebben een brief gestuurd naar de Europese Commissie, begreep ik. Dat ze daar, dat ze daar wetgeving over willen, over willen gaan, gaan, gaan afdwingen, Europees gezien. Toch? Dat was toch het verhaal? Ja, maar ik heb ook ik heb ergens gelezen dat ze gezamenlijk werken aan een initiatief-wetsvoorstel. Nou oh. oh, ja, goed, dat zullen ze dan indienen bij de, bij de Europese Commissie, waarschijnlijk. Dan. Ja, dat, dat, dat vermoed ik, ja. En dan gaan ze daar uh, voor lobbyen, zoals dat zo mooi heet. Uh, maar ja, dat zou betekenen dat de bedrijven als uh, uh, Google, Facebook, Apple. Ja, uh, nou, het gaat nu specifiek. Microsoft, wat ik gelezen heb, een belangrijke basis voor dit, uh, voor dit hele verhaal is een rapport van, uh, van Etno. En dat staat voor uh, uh, European tele Telecommunications Network Operators, wat in principe gewoon een uh, lobbyclub is. Ja. We laten, maar die hebben een onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat uh, Google, Meta en Netflix samen uh, 55% van het internetverkeer genereren in Europa. Begreep ik, als ik het, uh, als ik het goed heb uh, samengevat. Ja, volgens mij hoorden Netflix, Microsoft, Amazon en Apple. Oh. Nou, in ieder geval. Dat we ook allemaal bij. Maar in ieder geval, de uh, uh, big tech is, vooral, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het, van het internetverkeer. Ja. Dat kunnen we het een beetje. We kunnen even gaan in een bumper doen. doen, dan kunnen we misschien naar de volgende... Ja, we duiken er wel meteen diep in, natuurlijk. Ja. Dus uh, laten we het even doen. Zo, ja, beginnen officieel. Geen idee waarom we die bumper eigenlijk hebben, maar goed, dat maakt wel ja, ja, we vroegen even een introotje, hoe is het nou zandig? Nou goed, en heb je er iets meegemaakt? Nee, nou, dan gaan we beginnen. Nou, maar wij maken niks mee, en het is ook nog goed dus ja, ja, we maken wel ook mee, wel we wel mee. Er we er alleen, alleen <laughs> ja, wij zijn meer van, oh, we doen een podcast, dus duiken we meteen het onderwerp. Dat is denk ik meer. Ja. Maar goed, maar, het ja, probleem is dus dat, uh, dat die grote jongens, uh, Amerikaanse eigenlijk allemaal... Uh, uh, voor 35% uh, van het internetverkeer verantwoordelijk zijn. En dus vindt uh, deze lobbygroep in principe uh, dat ze er maar mee moeten Dat betalen. er wel meer bedacht moet worden. Ja, um, ja, ik ben er niet. Ja, ik ben, ik, 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 ik ben er niet mee eens. En er is gewoon um, uh, en niet zozeer omdat de Amerikaanse partijen zijn of grote bedrijven in het allemaal geen rate. Wat mij omgaat is dat die bedrijven innovatie op de plank leggen en daarmee vervangen ze als het ware bestaande producten en laat daar nou net producten zijn van de telcos. Want waar hebben we het over? Uh, ze hebben dit ooit eerder geroepen dat WhatsApp verboden moest worden of zo, of geblokkeerd, of ik weet niet wat ze destijds riepen, maar het moest in elk geval heel hard de markt uitgedrukt worden, want uh, hun SMS-inkomsten liepen terug. Ja, ja en daar hebben we ook gehad met de belminuten. En we hebben we ook gehad met dataverkeer op je mobieltje. Ja, al zit er natuurlijk nog wel een nuanceverschil in. Je, hebt natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat WhatsApp een, een, een berichtservice is, rechtstreeks ja. een concurrent van SMS. Van SMS. En um, in principe wat ze wat ze nu zeggen is die, die de data-explosie door, uh, door deze grote partijen allemaal. Ja. Daar hebben zij natuurlijk niet echt een alternatief voor. Dus het is niet ja, helemaal één op één. Uh, want die data-explosie, als je die gaat analyseren, dan kom je, als je de partijen bekijkt die ze noemen, dan gaat het uiteindelijk maar om één soort content. En dat is videocontent. Ja, en ja. die videocontent die komt uit streamingdiensten, uit YouTube, uit Instagram, eh, en, dat, 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 en, en dat vervangt als het ware het lineaire TV kijken, waar ze natuurlijk goud geld aan verdienen, die telco's. Tot op zekere hoogte misschien wel, maar ik vind, ik vind het wel van nu wel iets anders dan, uh, dan, dan zo'n rechtstreekse concurrent van, uh, van, van SMS, wat, wat WhatsApp was. Ik denk dat dit meer gaat om. Uh, uh, omdat ze het gewoon niet zien zitten om, om al die uitbreidingen te bouwen, dat de bandbreedte gewoon niet beschikbaar is. Dat, dat, dat is volgens mij meer het. Uh, ze, willen, ze willen deze diensten niet uit, uh, uit de markt hebben. Liever niet, denk ik. Nee, ze willen dat ze gaan meebetalen. Ja. ja maar ja, dat brengt hele andere uh, uh, discussies met zich mee. Ik, weet je, in, um, zij verkopen internettoegang tot het internet. Ja, en er zijn diensten op internet die veel bandbreedte kosten. Ja, dat, dat is zo. Maar vroeger had je, weet ik het, Napster of uh, andere. Jo, nou, ja, hoe oud ben jij joh? <laughs> ja, uh, Usenet, hè, waar je ja. mensen dingen dan je downloaden. Ja, hè, en of dat dan legaal of illegaal was, laat ik even het midden. Maar het feit is, dat genereerde ook veel bandbreedte. Daar hebben ze nooit over geklaagd. Nee, maar het zal allemaal significant minder geweest zijn dan ja, er, tuurlijk, relatief gezien, dan alles, wat deze mensen doen natuurlijk. Maar ja, alles, alles wordt meer, maar we zijn van gigabit naar 10 gigabit naar 40 gigabit gegaan. Dus die ne netwerken zijn er ook wel iets sneller op geworden. Ja. He, we hebben het dan over de backbone ja. van zo'n zo telco natuurlijk. Uh, en verder, ja, we weten dat ze uh, heel veel catching service hebben staan. Om bijvoorbeeld die videocontent allemaal te catchen in bepaalde hubs rondom steden, om, om sneller... Uit te kunnen leveren. Dus ze hebben er wel oplossingen. En ja, die kosten geld. Ja, Maar ja, aan de andere kant, je levert ook een dienst. Ja, ik. ik... Ja, ik, ik snap het ook niet helemaal hoor. Ik bedoel, maar ik probeer gewoon een klein beetje duidelijk te krijgen van waar komt dit nou vandaan. Dus ze willen, ze willen gewoon. Ik, ik snap gewoon niet zo goed waar dit nou precies vandaan komt. Laat ik het zo zeggen. Hè? Wat jij ook zegt. Want uiteindelijk. Als jij, als jij dit niet Het jankt, is een beetje hetzelfde <totstukken> als dat de Efteling zegt... de scholen moeten meer betalen, want die brengen busladingen mensen. Ja, als, je, als je een analogie wilt trekken, dan hebben we er natuurlijk wel eentje. Binnenkort, als je moet gaan rekening rijden. Oh ja, dat kan ja. eh, 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 Als ze dat willen gaan doen. Eh, je betaalt al wegenbelasting, je betaalt al accijns over je, over je brandstof. Dus in principe en Je betaalt nog eh, 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 BPM, is dat toch? Ja, op je auto de, die je <totstukken> koopt. Ja, maar, maar, dus, maar, maar bijvoorbeeld de accijns op de brandstof... Dat is in principe ook weer gebelast. Even uh, uh, rekening rijden. Want hoe meer, re hoe meer kilometers je rijdt, hoe meer excenties je, je betaalt. Dus alleen ja, dat gaat er natuurlijk uit, omdat we natuurlijk met z'n allen uh, richting elektrisch gaan. Dus daar, daar zou nog een vervanging voor kunnen zijn. Maar dat, dat is op zich wel een goede analogie. Denk ik. ik denk ja, maar jongens, hoe zit het nou? Ja, want uh, uh, ze willen gewoon twee keer, ze twee keer verdienen. Ze willen en verdienen aan de telcos. Ze willen en verdienen of operators. Ze willen verdienen aan aan de eindgebruikers. Ja. En dan willen ze eigenlijk nog eens een keer verdienen aan de, aan, aan, de, aan, de, aan de partijen die de, die de content aanleveren. Maar dat mag toch niet? Je mag toch niet twee keer factureren voor dezelfde dienst? Dus is toch ergens een wet? Dat weet ik niet. Bij ja, mij zo. is een wet. Bij nee, mij mag je niet twee partijen factureren voor exact hetzelfde. Oké. Okay. Nou ja. Maar er is ik... dus nog een ander probleem, heb ik gelezen. Um, we hebben in Nederland uh, netneutraliteit. Oftewel, je mag niemand voorrang geven op een, ne 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 op een netwerk... Ten koste van een ander. Want dat zou ervoor kunnen zorgen dat grote partijen, hè, zoals eerder genoemd, allemaal voorrang krijgen op de, net, net, op de, op de netwerken. En dat start-ups die, die, die diezelfde portemonnee niet hebben, dat die dan achtergesteld worden en nooit dezelfde soort service of dienst kunnen leveren. Hè. Ja. Um, en dat komt in gevaar op het moment dat uh, dit, dit soort partijen. Uh, Expliciet zouden moeten gaan betalen. Ja, want als, 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 als Netflix betaalt om, uh, om, om uh, het netwerk op te mogen. dan, dan willen dan ze een, ook uh, een soort tier 1 service. Dan natuurlijk. willen ze quality of service, dan willen ze zeggen. jongens, we willen wel eventjes altijd op, op nummer 1 staan. bij, bij ja. het doorgeven van, de, van, van, van onze dienst. En dat is, dat is in principe ook niet raar dat ze dat dan mee. zouden eisen. Maar dat is dan tegen de netneutraliteit. Ne Schijnt wel dat ze nu weer, ook, ook weer aan het werk zijn. aan het werk zijn aan een voorstel. om dat dan toch weer zo te formuleren dat eventueel. Bijdragen aan de kosten van een netwerk wel weer mogelijk zouden kunnen gaan zijn, begreep ik. Ja, maar dan krijg je dus alsnog dat ja, maar dan is het hele idee van net neutraliteit gewoon weg. Nee, maar, maar dat en dan gelukkig, wij zijn niet enigen die dat die, 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 die dit zien, natuurlijk. Hè? Want dat wil ik ook nog wel even duidelijk maken. Je hebt nu drie landen die, uh, die aan de ene kant staan, maar volgens mij is er ook een brief ondertekend door zeven landen, waaronder Nederland, die juist zeggen van joh, daar moet je gewoon echt niet aan beginnen. Met, met name vanwege. Um, uh, vanwege het netneutraliteitsprincipe. Ja, maar dus ik verwacht ook niet dat het doorkomt, hoor. Nee, maar die telco's hebben we natuurlijk wel een sterke lobbygroep... want ze hebben gewoon voor elkaar gekregen om lokale politici... Uh, uh, die op Europees niveau actief zijn in Frankrijk, Italië en Spanje... te krijgen om hiervoor te gaan lobbyen. Ja. Ja, nee, maar, maar wat... En als je dan ziet, dat, ja, want dat vind ik op zich ook apart... ...we hebben het er vanmorgen nog even over een ander rapport gehad... ...wat we hier ja, helemaal half bij zouden trekken. Uh, dat ging over de, de ontwikkeling binnen de EU, EU van digitale... Uh, uh, digitalisering? Uh, digitalisering, de digitale uh, transformatie, transitie, hoe je het noemen wil. Um, uh, en dat ging dan over... Uh, je moet nu wel een, een paar euro in de, in de vloekpot doen. Uh, ja, uh, ja ik heb het woord digitale doen. transformatie, nog een euro, uh, heb ik genoemd... Um, maar dat ging er over hoe, uh, 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 hoeveel digitale kennis er is in de EU, maar ook hoe breedband zich ontwikkelt. En dan is het wel leuk om te melden dat Spanje in de top 4 staat. Op het op de vierde plek. Maar uh, zoveel glasvezel hebben die uitgerold. Die staan direct achter Nederland. Um, en dat is allemaal gesubsidieerd door de EU, volgens mij, aan die kant. Ja, maar dat vind ik op zich raak je wel een goed punt aan, denk ik. Want je kunt, je, ik denk dat er ook nog een de vraag is van over welk gedeelte van de... Uh, uh, van de infrastructuur gaat het hier. Eh, als je het hebt over, als je het hebt over die, echte, die, die grote glasvezel uitrollen, dan vind ik het echt waanzin. Als, als het gaat over uh, fixed wireless access, dus als je ergens uh, fixed wireless access, uh, ja, dus als je ergens, ja. bijvoorbeeld via 5G of uh, 6G of ja. uh, 100G whatever, ja. uh, um, um, uh, uh, zeg maar een mast hebt die dan vervolgens de grond ingaat en uh, en dan uh, richting een, een, een huizenblok. Ja dan kan ik er nog iets meer begrip voor opbrengen, zeg maar. Dat, 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 want dat zijn echt enorme investeringen. Want dan moet je natuurlijk ook van die draadloze point-to-point-verbindingen... moet je gaan opzetten uh, en al, uh, al die andere dingen. En, en dan heb je het ook echt over... De maar heb je het dan over honderden uh, 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 mobieltjes die Netflix kijken? Nee, maar dan, dan, dat, dan heb je het dus over, over een, over een, over een 5G-verbinding... met, een, uh, met, met een, een eindpunt in de buurt van een, van een, van een woning van een groep woningen... Ja. Uh, waar, waarbij dus iedereen in die woningen uh, uh, ja, de, de gebruik kan maken van die diensten. Maar draadloos dan? Of ja, vast? in in hun woning. Maar dan is het in in woning is het dan wifi zeg maar, of, uh, of, of uh, want die, die woningen worden gewoon bekabeld aangesloten op die mast. Daar komt eigenlijk op neer. Snap je wat ik bedoel? Oh, die mast die staat draadloos in woning met een andere mast. Ja, ja. Uh, dus, uh, zo. Als je, dat dat zijn dat. Ja, dat bestaat zeker. En, en dat zijn, in Nederland zijn we dat natuurlijk helemaal niet gewend, want in Nederland is de is de, de breedbandpenetratie behoorlijk, uh, behoorlijk fors. Ja. Wij kunnen hier ook heel makkelijk zeggen, oh, een 98% dekking, dat gaan we redden. Nou, in, in heel veel andere landen kan dat niet eens. Maar, uh, dan mag je blij zijn dat je op 60 zit, zeg maar. Ja. Maar als je, als je kijkt naar dat soort uh, kosten die gemaakt moeten worden voor afgelegen gebieden of zo, weet je, dan, 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 dan heb je het ook over plekken waar die diensten ook voor, uh, ge, geconsumeerd worden, zeg maar. Dan, 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 dan kan ik er nog enig, uh, enig begrip voor opbrengen. Maar nog, ja, meen, nog, nog, nog los daarvan. Uh, het is ook, bij mij is het compleet onduidelijk hoe ze dit allemaal. Uh, waar het allemaal op gebaseerd is. Uh, dat, dat bedrag van 20 miljard of zo wilden ze dan per jaar hebben. Ja, uh, zoiets. Ja, uh, 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 ja want uh, ze hadden, ze hadden in die studie hadden ze uitgerekend dat als er uh, in de EU. door, de, door, die, door die big tech-giganten uh, 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 20 biljoen is dus 20 miljard euro, denk ik. Of, of... Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, je bedoelt een biljoen dollar. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, nee. ja, ik denk dat het 20 miljard euro moet zijn. Uh, 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 dan zou dat 72 miljard euro boost geven aan de Europese economie. Ja, ik, 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 ik moet zeggen, ik heb ik er heb snel doorheen, ge, ben, 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 ben doorheen gefietst. Ik kon er ook niet heel erg veel bewijzen voor vinden dat het ook echt waar. En, en, ja. Nou ja, weet je, als je. Uh, 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 wat zij dan zullen zeggen is, ja, dan kunnen we meer netwerk uitrollen. Hè? En dan, als je hoe meer breedband je uitrolt, hoe meer uh, uh, je de economie boost. Omdat hoe meer bedrijven snellere verbindingen hebben, hoe meer... Ja, maar je geeft weer... het net zelf wel aan. Spanje doet dat al hartstikke goed. Dus... Ja, Spanje is aan de plek vier. En die ja. zijn, ja, want die, dat is een land wat, uh, hoe zeg je dat, binnen de Europa uh, de afgelopen 25 jaar extreem gesponsord is. He, dat was echt een, een netto-ontvanger in, in de brede zin van het woord. Die hebben ook een hoge snelheidstreinen-netwerk en zo. En ik weet niet hoeveel vliegvelden dat ze gebouwd hebben, die gewoon leeg staan. Allemaal met euro, euro, Europese subsidie. Dat glasvezel volgens mij ook. Dus dan hebben ze een, een gesubsidieerd glasvezelnetwerk waar ze dan ook nog de telco's... Dus eigenlijk willen die drie partijen laten dokken voor die. Voor die uh, uh, ja, zo kan ik het ook. Ja, uh, nee, maar ik, ik vind gewoon de, de, de manier hoe je, hoe je het wil verrekenen, waar dan, waar dan specifiek voor betaald moet worden, het is allemaal ontzettend onduidelijk. Het, het is ook gewoon een proefbolletje, natuurlijk. Hè. Ze willen nu gewoon testen hoe koud het hoe nat het water is, zeg maar, bij de, bij, bij, bij de rest van Europa en bij de Europese Commissie. Maar, maar ik denk ik echt wel het, dat het cable cutting echt wel mee te maken heeft. Jij, jij was er niet zo van onder de indruk. Maar heel veel mensen die zeggen hun tv moment op. En dat is echt, dat is, is echt gewoon een melkkoe van die, van die telco's maar ik ging dat doen, het, het ging mij meer toen om de vergelijking met WhatsApp, die vond ik niet helemaal... Ah, uh, oh, zo, ja. Dus ik, dat, ik, als al aan mij had gelegen, had ik ook al lang geen lineaire tv meegemaakt. Dat heb je ja. toch ook niet meer? Jawel, ja, in principe wel. Je, je, het is wel een app, maar het is nog steeds lineaire tv die je kijkt. Ja, zo. maar jij hebt het heel slim gedaan, want je betaalde eerst de hoofd, hoofd, hoofdprijs voor dat ISPN. Uh, en dan krijg je er nu gratis bij. Dus ja. in principe heb je het in Nederland weggesneden, toch? Nee, maar ja, tot op zekere hoogte. Maar <laughs> <laughs> nee, ja. maar, 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 maar kijk, het is, mij, het, is, het is mij verder gewoon echt niet duidelijk. Maar, want hoe, ze dit, hoe, hoe, dit, hoe dit rekensommetje dan werkt, weet je? Waar, waar halen ze die 20 miljard vandaan? Uh, uh, ja, maar is het ook niet zo dat uh, die telco's gewoon veel te weinig investeren, hè? En dat ze uh, uh, door die grote techpartijen, en dan doe ik in dit geval iets meer op... Uh, uh, Amazon, Microsoft en Google, die die, die, die die hyperscale clouds hebben, zeg maar... Um, uh, dat die een beetje worden gedegradeerd tot een soort uh, netwerk-hub-switch. Ja. Uh, 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 en dat hun diensten steeds meer vervangen worden vanuit de cloud. Uh, ja, en het is natuurlijk uiteindelijk... uiteindelijk is het wordt gewoon een doorgeefluik. Is het een herhaling van zetten, natuurlijk. Dat, dat ben ik wel met een beetje eens, hè. als we WhatsApp nog even een herinnering halen. Ja. Ik denk dat om het even welke telco hadden in 2005, of vier of wat ik wat, ook gewoon zelf WhatsApp kunnen ontwikkelen. Dat is helemaal uh, niet zo uh, Ja. En dan was iedereen hartstikke blij geweest. Dan hadden, hadden mensen nog wel voor willen betalen ook. misschien. En ze in, hadden in ook zelf een fatsoenlijke video dienst uit de lucht kunnen... Ja, goed, ja, nu vind ik dat je daar juist niet al te veel mee moet, uh, moet bemoeien. Maar wat dat betreft, uh, ja. blijf bij, bij je eigen uh, sterke punten. Maar goed, de telco-industrie in het algemeen... Uh, blinkt natuurlijk niet uit in, uh, in, in vooruitstrevendheid over het algemeen. Nee, ja, kijk, uh, 5G is inmiddels uh, uh, redelijk breed beschikbaar. Nou blijft de EU wel een beetje achter met die 5G-frequentieveilingen. Dat, ja, dat mag allemaal wel, 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 wel sneller. Maar al die 5G-diensten die je aan zou kunnen bieden, ja, dat blijft nog maar. Ook allemaal wel even duren, is het niet? Nee, maar, maar, maar daarbovenop is het ook nogal zo. En dit is ook een bekend fenomeen in de, in de wetenschappelijk, wetenschappelijke literatuur, zeg maar. Dat als je, Stel nou dat ze heel veel bij gaan dragen aan de verdere uitrol van 5G. Ja. Nou, dan kun je denken, oh, dan hebben we genoeg bandbreedte. Maar in de praktijk is het vaak zo dat die bandbreedte ook binnenkort weer vol zit. Want dan komen er allemaal mensen, hé, hey, mooi, meer bandbreedte, dan gaan we nieuwe dingen maken, gaan we nieuwe dingen ontwikkelen, gaan we, gaan we in 8K streamen, gaan we in weet ik zo wat. Dus dan is de vraag van, wanneer stopt dit dan? Weet je wel, dan dat is, dit is gewoon een bodemloze put waar je dan centjes uh, in, 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 in aan het gooien bent. Dus dat, dat, dat vind ik ook raar. En, en aan de andere kant, dat vind ik ook nog wel interessant. Hè? Als, 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 als zij zo ontzettend uh, betrokken zijn bij, bij het samen betalen voor dingen. waarom betalen die telco's dan niet aan Netflix? Waarvoor? Om, hun, om hun content te mogen streamen. Want dus dat heeft natuurlijk, da daarvoor kunnen ze natuurlijk. Oh, dat ze erbij aanbieden, sommige telco's bedoel je, in hun abonnement. Nou, bijvoorbeeld. Of, of dat ze. Want in principe mogen ze, moeten ze blij zijn dat, dat er. Dat, 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 dat zo'n provider over hun netwerk wil streamen. Zou ik, eh, als je het als omdraait. Ja. Want, want heel veel klanten willen graag Netflix ja. kijken. Of ze willen graag Google. Of ze willen graag, ja, ja, maar dan en Als natuurlijk. het dan allemaal zo duur is. Waarom werken ze dan niet meer samen? Want dat gebeurt ook veel te weinig. Daar wordt vanuit de EU wordt dat wel gestimuleerd. Hè? Dat proberen ze, maar die willen die telcos niet aan. Want ook in Nederland, als je bijvoorbeeld kijkt, KPN heeft zijn eigen netwerk, Vodafone heeft zijn eigen netwerk, T-Mobile heeft zijn eigen netwerk. Tele2 had zijn eigen netwerk. Dat gaat nou op in in, in, uh, in T-Mobile natuurlijk. Um, uh, het, een, het enige wat vanuit de overheid per wet is opgelegd volgens mij... is dat ze dezelfde opstelpunten moeten gebruiken. Dus hè, als er ergens een mas staat... dan moeten ze daar allemaal die, die, die antennes in hangen, zeg maar. maar. Maar vanaf de antenne gaat er een kabeltje naar hun eigen apparatuur... naar hun eigen glasvezelkabeltje de grond in. Ja. Terwijl je zou ook gewoon kunnen zeggen... we leggen één heel dik groot netwerk aan... en we hakken het in drie stukken. En ze kunnen alle drie uh, 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 diensten aanbieden. Ja, dat en dat scheelt... Uh, ja, in theorie scheelt dat uh, ja, twee derde van de kosten is misschien een beetje overdreven. Uh, want, uh, want je hebt dan meer apparatuur nodig natuurlijk. Maar ja, laat het de helft van de kosten schelen. In principe doet, uh, doet KPN al soort ja, soortgelijks natuurlijk met, uh, met al, die, al die merken die gebruik maken van de infrastructuur. Ja, en dat is bij Timo wel ook voor de front. Je hebt ook ja. allemaal van die, van die uh, Sim Only uh, dingetjes. Um, maar. Uh, uh, ja, als ze dat zouden doen, dat zou heel veel kosten schelen. En dan zouden ze zo'n. Wil je dat? Want dan wordt het natuurlijk echt een monopolie. In principe. Nou, je zou ook kunnen zeggen dat er één onafhankelijk bedrijf komt. die dat netwerk onderhoudt. en die dat doorfactureert aan die telco's. En die hoeft dan geen winst ook te hebben. Net als dat met. Uh, 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 energie- en waterdingen. En dat is volgens mij niet het beste. tot de energienetwerken. <laughs> die zijn momenteel een beetje overbelast. Ja. Dus daar is ook iets misgegaan. Maar, maar, maar stop het in een stichting. of in, een, of in een iets, iets, iets wat geen winstoogmerk heeft. Uh, of of des, voor mijn part, een staatsbedrijf, weet ik het. Die, die, o, ja, ja, trouwens, daar kost ook meestal geld. Ik weet niet. Maar je hebt vast wel een, een, een stichtingformule die geen winstoogmerk heeft. en waar gewoon alleen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een netwerk. Want je ziet nou, volgens mij wel in sommige landen dat die. Masten verkocht worden of zo, toch? Dat die in een apart ja. bedrijf worden ondergebracht. Maar dat, dus maar dat, had, dat had volgens mij T-Mobile al gedaan. Volgens mij voordat ze verkocht werden, toch? Die hadden hun mast al ondergebracht in een joint venture met een andere partij. Ja, dat zou ja. kunnen. Maar dat is dan, de ene betalen ze dan de huur voor of zo. Maar dat is dan wel exclusief. Ja, ik zou zeggen, doe het dan gewoon. Hè? Want, <kwijnt> ja, want ze willen dus geld, zodat ze niet zelf alles hoeven op te hoesten. Ja, Yo, Weet je, er zijn heel veel betere manieren om dit te regelen. Nou ja, en ik denk ook, ja, kijk, in de, in de basis. Ja, kan ik ook niet heel veel medeleden hebben met telco. Zo. Nee, ze maar verdienen ze genoeg? hebben zo. jarenlang hebben ze, als ik zie wat ik betaalde aan, aan, aan een... Hebben ze de Niet <coughs> nader te noemen, groene leverancier met een groen logo per maand om, <laughs> om een beetje tv te kunnen kijken wat internet te hebben. Ja. Dan denk ik maar, sorry hoor, als je dat maar uh, x miljoen doet, dan komt ja. dat per maand behoorlijk wat, uh, wat binnen. En dan snap ik ook wel dat die, die infrastructuur hartstikke duur is, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, weet je, het feit ook dat er natuurlijk zo'n zeven landen in, 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 in Europa zijn die zeggen, doe even normaal. Dat geeft ook wel aan dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg noodzakelijk is. Ik denk eerder dat, dat, dat landen als, 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 als Italië, Spanje en, uh, en, en Frankrijk, die dit proberen, hun, hun eigen zaakjes niet goed op orde hebben. Omdat ze dat proberen af te draaien of af te wentelen op, uh, op, 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 op anderen. Nou, ik heb nog een andere vergelijking. Uh, die, die Elon Musk, die heeft dat... Uh Even de naam kwijt. Die heeft een satellietbedrijfje Star van hem. Starlink. Ja, oh, waarin je, ja, en dan moet je thuis moet je een doosje neerzetten. En die verbindt dan met die satellietjes die overvliegen. En dan krijg je 100 Mbit voor 100 euro in de maand, geloof ik. Dat is nu redelijk duur. Hè? Eerlijk is eerlijk, dat is, dat is niet goedkoop. Maar het zou me niet verbazen als hij dadelijk nog een paar duizend van die dingen in de lucht heeft. Dat hij zegt, nou, nu is het nog maar eh, 25 euro. Ja. Redelijk veel. Ja. ja, dan hebben die telco's hier ineens een probleem. Want dan komt er iemand die die helemaal niks in de grond heeft liggen... die zegt, we hebben een paar satellietjes ronddraaien... en we zijn, zijn goedkoper. Nou, weet je, als dat zo zou zijn... dan, dan, dan ja, sorry. Maar dan, dan, dan staan ze een beetje in hun hemd... en dan zullen ze zelf ook weer iets moeten doen aan de prijs. Nou, dat, je, dat moeten ze sowieso doen. Ja, dat is sowieso, maar... Ik, uh, ik vind de, 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 de gemiddelde prijzen... die ik de afgelopen paar jaar heb moeten betalen... voordat ik de overstap maakte naar een iets andere constructie... Uh, vind ik echt, uh, echt, 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 echt bizar, vind ik het... Want... ja, en vergeet je niet, in sommige landen is het nog veel duurder. Hè? Want uh, tv-kijken in de uh, Verenigde Staten is bijvoorbeeld echt heel duur. Ja, ja, ja. ja. Daar, zou, uh, daar zou ik sowieso onder tv kijken. Want ik zit wel eens, uh, kijk wel eens naar een paar van die zenders. denk, ik, Nou, uh, niet heel spannend zou ik maar zeggen. Nou ja, maar heel veel uh, reclame, dat wel. Ja, en, en als je zet, dan dan zenden ze gewoon op drie zenders. Zenden ze bijvoorbeeld Friends uit of zo, weet je. Dat ja, <laughs> is alles dubbel. Ja, bijzonder. Um, ja, maar dus, uh, ik denk, ik van, denk dat wij zijn niet echt een voorstander Ik denk dat de telco's heel blij zijn dat wij dit onderwerp opgepakt hebben. Um, overigens dat moeten we even vermelden: we hebben geen idee hoe Nederlandse telcos hierin staan, maar goed. Uh, als ze meer geld kunnen krijgen, zullen ze ongetwijfeld positief zijn. Maar ja. ze hebben zich niet geroeid in deze, volgens ik mij. Ik verwacht omdat Nederland ook op die lijst stond van, uh, uh, um, van van landen die die tegen is, die tegen zijn. Dan verwacht ik dat ze, ja, natuurlijk extra geld uh, denk ik dat ze altijd wel graag willen, natuurlijk. Ja. Alleen ik denk dat ze ook wel inzien dat dat gewoon niet echt haalbaar is. Denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Plus uh, uh, is de eigenaar van uh, uh, Vodafone van Zigo. Dat is toch die, die groep die ook de familie 1 recht heeft en zo. Dan zullen die ook moeten gaan betalen aan al die andere telco's wereldwijd. Liberty Global. Nou. Ja, die hebben toch. De, de, de mail, ja, dus ik denk dat ze, die zullen niet zo heel veel uh, enthousiast zijn over dit. Nee. Ik denk dat ze dan meer geld kosten. Ik, ik voorspel in ieder geval dat dit niks gaat worden. Nee. Dus uh, nou. telco's, mond dicht en gewoon doorgaan. Nou, dat was hem weer. Uh, ik hoop dat uh, iedereen iets wijzer is geworden van deze van, fantastische initiatief van Frankrijk, Italië en Spanje binnen de EU. Laten we er vooral voor zorgen dat het uh, geen waarheid wordt of geen pra praktijk, uh, hoe je het noemen wil. En dan uh, danken wij jullie weer voor het luisteren naar deze TechSign Talks. Vergeet je niet te abonneren. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. Uh, je kan de aflevering ook delen met je familie, collega's, kennissen. Ik doe een keer een ander rondje. Uh, ja, bedankt en tot de volgende keer. TechSign Talks. Je kan ons ook 5 sterren geven een rating op Apple en Spotify. Heel graag. Dankjewel. Visit techzine.nl of techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.